Morning, ben ik weer. Ik ben met Sander, voor wie je niet kent. Dit is mijn vriend, we wonen samen. Hoe lang zijn we al samen? We wonen 3 jaar samen? 4,5 jaar. Sinds januari 2020. 4,5 jaar. Hij is hier omdat, voor wie het heeft gezien op Insta-stories, heb ik het ook al gezegd. Ik kon niet besluiten wat ik wou lezen voor mij. En toen dacht ik, hey, ik heb iemand die dat voor mij kan besluiten. Dus dat gaat Sander doen. Ja. Plak het kort. Je ziet op in de beauty vlogs en in mode vlogs zie je ook altijd my boyfriend picks my outfit of my boyfriend does my make-up of iets in die trant. Dus ik dacht, dat kunnen we ook doen met een TBR. Hoe gaan we het doen? We gaan het verdelen in 3 categorieën om het een beetje overzichtelijk te houden. En van elke categorie gaat Sander 2 boeken voor mij kiezen. Dus in totaal krijgen we 6 boeken die ik moet lezen. Daarnaast heb ik nog gewoon de Harry Potter die ik ga lezen. Dus in mei heb ik een TBR van 7 boeken. Vorige maand had ik er 10, dus dat moet lukken. Niet al te dikke boeken graag. Ik krijg 1 categorie met Storytel boeken. Hierbij gaat hij door mijn boekenplank op Storytel. En dan mag je daar 2 luisterboeken uit kiezen die ik deze maand ga luisteren. Dan hebben we de recensie-exemplaren. Dat zijn de boeken die ik heb gekregen van de uitgeverijen. Daar mag je er 2 van kiezen die ik deze maand moet lezen. En dan hebben we mijn eigen To Be Read list. Dus dat zijn andere boeken in mijn boekenkast die nog gelezen moeten worden. En daar mag hij er 2 van uitkiezen. En hiervoor heb ik een handig systeem bedacht. Dat ik elk boek dat ik nog moet lezen heb ik uit mijn kast geschoven. Hierbij heb ik dus... Hierbij heb ik dus, als het in een serie is, dan heb ik het deel waar ik op dat moment ben eruit getrokken. Dus bijvoorbeeld bij de boeken van Cassandra Clare heb ik de eerste 3 delen van The Mortal Instruments gelezen en het eerste deel van Helse Creaties. Dus ik ben nu bij deel 4 van The Mortal Instruments en die is dan de enige die eruit zit. Want ik kan niet de Helse Creaties lezen, deel 2, als ik nog niet die heb gelezen, et cetera. Are you ready? I am. Zullen we beginnen met Storytel? Doe maar, dat is makkelijk. Dat is een goede opwarmer. Oké, dit zijn alle boeken op Storytel die ik nog moet lezen. Ook hier zijn het alleen maar eerste delen van de serie die ik bijvoorbeeld nog wil luisteren, et cetera. Het is wel allemaal format audioboeken. Als het goed is zijn het allemaal audioboeken, ja. Oké. Luisterrijk. Je mag ook lezen waar het over gaat. Oeh. Of ik wil je best vertellen waar het over gaat, als ik het weet. Waar gaat Eldest over? Dat is deel 2 van Aragorn. Oh, oké. Doen. Eldest. Nou, voeg maar toe. Ik kan niet toevoegen. Oh. Nou, Eldest in ieder geval. Eldest van Christopher Paoloni, de deel 2 van de Aragorn of de Erfenis-serie. Dat vond ik wel super tof. Ik hoef niet te raden waar dit over gaat. Natural History of Dragons. Ik weet het niet zo goed wat voor soort boek dat is eigenlijk, maar ik ben er wel altijd in geïnteresseerd geweest. Sommige boeken weet ik niet. Ikigai, waar gaat het over? Die is die we voor hebben liggen. Dat is die met die... Dan weet ik precies welke het is. Waar ik laatst een stukje van heb gelezen. Over de Japanse manier van een lang en gelukkig leven. Oh, sla me over. Dat willen we niet. Waar gaat Zenith over? Zenith, die is van Sascha Alsberg. Dat is ook een booktuber. Het gaat over volgens mij piratenschepen in de ruimte. Van wat ik weet. Volgens mij gaat het over 1 hoofdpersonage en dat is een vrouw. En die zit op een piratenschip met allemaal vrouwen in de ruimte. Dus ze zijn dus ruimtepiraten. Ja. Vrouwen horen niet op een piratenschip thuis. Brengt ongeluk. Ja, maar dit zijn allemaal vrouwen op. Allemaal juist. Kun je nagaan wat een ongeluk op dat schip plaatsvindt? Oh my gosh! Die klinkt niet van City of Brass. The City of Brass, ja. Ik weet niet waar je over gaat, maar het schijnt een heel goed fantasyverhaal te zijn. Maar soms weet ik het niet. Oh, het gaat over een oplichter. Oh. Ja, die. City of Brass. Ja, City of Brass. Oké. Dus eerst hebben we Eldest van Christopher Paoloni. En als tweede City of Brass van S.A. Chakraborty. 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 Dus dat is mijn TBR voor Storytel voor mijn luisterboeken deze maand. Hoe lang zijn ze? The City of Brass is 19 uur en 36 minuten. Auw, oh, beetje. En Eldest 23 uur en 29 minuten. Succes, lieve. Oh, dit werkt echt niet. Oké, dit zijn dus alle boeken. Oké, oudste die telt hem dus niet meer. Oh. Want die
is te dik. Nee, want die heb je net als luisterboek gekozen. Dus hier zijn alle boeken uitgestoken. Die kun je dus kiezen. Hier bijvoorbeeld boven ook. En deze twee die hier liggen, die lagen op een andere shelf. Nee, die hoort bij de andere. Dus alles hiervan wat uitgestoken is, mag je er twee van kiezen. Je mag ze oppakken en lezen. Oké. Niet al te dik alsjeblieft. Gaan we beginnen. Sowieso de eerste die ik al vind dat je die moet lezen. Ik dacht al dat je een Sarah J. Maas. Een Sarah J. Maas boek. The Assassin's Blade. In ieder geval, Selena is as much an epic hero as Frodo or Jon Snow. Dus, dit is boek nummer 1. Gelukkig niet al te dik. Nee, echt wel. Maar ik zal nu een wat minder dik boek uitzoeken voor jou. Maar wel eentje kijken of die ook wel makkelijk wegleest. Ik zou bijna zeggen deze ander van Sarah J. Maas, maar dat... Had dan die gedaan, ik laatste die. Die is veel korter. Ja, maar deze is... Nee, die is actueel. Die is net uit. Ja, maar hier ga je niet plezier aan beleven op dit eerste moment. Ik wil stil zijn. Ze zit echt te huilen op die boeken. 334 pagina's, dat valt toch ook mee. Ja, maar ik weet niet wat er in deel 1 is gebeurd. The Lunar Chronicles. Spiegeltje aan de wand, die is het mooiste van het land. Dat ken ik van iets anders. Lang voordat ze het pad van Cinder, Scarlet en Crash kruisten. Cinder, Scarlet, yes. Crash is een andere, die staat op de volgende. Die wil je niet oppakken. Die wil ik niet oppakken, want die zit niet goed, heel goed dicht. Dus dan gaat hij alle kanten op. Ik kom boos vriendin. En het is niet zo'n heel lang verhaal, dus het lijkt mij eigenlijk een heel goed boek. Dat is je tweede keus? Dit wordt mijn tweede keus. Levana. Sam heeft dus deze twee boeken gekozen uit mijn kast. Levana, dit is het tussendeel tussen Crash en Winter van Maris Meyer van de Lunar Chronicles. Deze gaat dus over onze bad guy Levana. En Jesus allemaal. De Assassin's Blade, die ik wel heel graag wil lezen. Dit zijn de novelles die horen bij de Throne of Glass serie van Sarah J. Maas. Deze is wel echt huge. Dus in ieder geval een paar, maar dat is wel makkelijk aan deze. Dit zijn wel kort verhalen, dus ik kan in ieder geval een paar kort verhalen hiervan lezen. Dus oké, die komen erbij. Veel fantasy. Dan, voor de recente exemplaren. Hier ben ik ook bang voor. Die hele plank komt in aanmerking. En deze, dat zijn al mijn recente exemplaren. Cool. Oké. Ik ga hier vooral uit van de kaft en de titel. Hoe deed je het dan in de kast? Dan ging je ook uit van kaft en titel. Ik had enige achtergrondkennis, zoals van Sarah J. Maas. Of Levana. Van ja, deze heb ik gewoon geen idee van die boeken wat het sommige dan. De Vijfde Golf ken ik, maar De Laatste Ster heb ik geen idee wat het is. Dat is het derde deel van De Vijfde Golf. Nou, dat wist ik dus niet. Hè? Nou, Phobos tot de Derde Macht zegt me ook wel wat, want ik weet dat jij de Phobos hebt gelezen. Ja. Maar bijvoorbeeld Schaduw Zwart zegt me niks. Alles behalve oké zegt me niks. Welk Woud zegt me helemaal niks. Maar met de Hare Mafie zegt u toch wel wat? Het Geheugenboek Leeuwenhart. Hey, dat Alexandra Penryn Lowe zegt mij wel wat. Heb je die een keer geïnterviewd? Ja. Huh. Omdat Sasha heel veel op social media bezig is. Hashtag. I like. Die gaat over cyberbullying. Oké. Okay. Sexting en catfishing. Actueel thema. Ik weet niet of mensen wel over catfish hebben gekeken. Heel gaaf programma. Wat? Dus. En de macht van het wonderwoud. Ik weet niet, is een jeugdboek over ja, een beetje elfen, bos, die feeling. Mag ik vragen waar dingen over gaan? Hè? Waar gaat Leeuwenhart over? Leeuwenhart is het vierde deel van die drie boeken die ik in Japan had gelezen. Oh, dan moet hij eigenlijk best wel gelezen worden. Hij is net pas uit, in februari. Precies, dus dan moet je hem wel lezen. Ja, ik moet alles lezen. Nou, dan gaan we hiermee beginnen. Leeuwenhart. Omdat die anderhalf jaar na dato een keertje uit is. Sander heeft van mijn recensie-exemplaren
hashtag gekozen van Dirk Brakke, uitgegeven door David Fonds. Deze gaat over cyberbullying, catfishing, alle gevaren zeg maar voor tieners rondom internet. Haha, ik bedek je met een boek. Hallo. Hallo. Dat is wel fijn, want deze is niet zo heel lang en kom ik volgens mij wel snel doorheen. En het andere die hij heeft gekozen is wel heel leuk, want dit is een boek waar ik inderdaad al snel aan wou beginnen. En dat is het vierde en laatste deel van de Laatste Wachter-serie van Alexandra Penrhyn Lowe. Ik zei het altijd op zijn Amerikaans. en dit is Leeuwenhart. Dus, de schade. Mijn TBR voor mij wordt dus op Storytel wordt The Eldest van Christopher Paoloni. En The City of Brass van S.A. Chakra. Voor mijn recente exemplaren wordt het dus hashtag van Dirk Brakke en Leeuwenhart van Alexandra Penrhyn Lowe. En vanuit mijn eigen TBR wordt het dus The Assassin's Blade van Sarah J. Maas en Levana van Marissa Meijer. Hoe ga ik dit doen? Ik denk dat ik jou de komende maand niet meer zie. Ja. Niet meer spreek. Het is gewoon het einde van onze relatie. Het is ook echt al 10 mei. Dus ik heb... Dat had je nou niet moeten zeggen. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik vond het wel leuk om een keer, wel heel moeilijk, om mijn TBR-lijst uit handen te geven. Omdat er wel een paar boeken waren die ik graag wou lezen. Bijvoorbeeld Showstoppers. Hij komt naar Nederland, naar Pagerman. Volgens mij 6 juni. Vond je het leuk om te doen? Ja, best wel. Ja? Ja. Misschien dat we het vaker doen, dus jullie het ook leuk vonden. En natuurlijk ga ik Harry Potter deel 7, het laatste deel, The Deathly Hallows, lezen. Maar daar ben ik al bijna mee klaar. Dus dat komt goed. Maar die hoort ook bij de TBR van mij. Dat is dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Klik op het bel-icoontje als je een notificatie wil krijgen voor elke keer dat ik een nieuwe video upload. Want soms gaat het niet goed met subscription boxes. Alle linkjes naar deze boeken staan in de beschrijving. Net zoals de linkjes naar mijn socials. En ja, dat is dan voor deze video. Ik zie je ook wel. Hoi! Dit is weer. Je moet er echt op zitten. Dan krijg je ook geen tietjes. Dan krijg ik juist tietjes. Nee, is je rug. Nee. Zo. Dit is wel heel onnatuurlijk. Ja, het is ook heel onnatuurlijk, maar je moet wel recht zitten. Ik heb één bobbel hierachter. Een bobbel in je hoofd. Oh, zeg, wat wil je daar nog eens zeggen? Dus we hebben my boyfriend. Maar hey. Sorry. Hij is toch een beetje verkoud. Dus we hebben my boyfriend. Kijk eens, wow! Oopsie, kijk eens. Dan heeft het uit mij. Een meter dichterbij. Ja, veel dichterbij. Dat iedereen het dan weet.